Maar je ziet ook alles bewegen, hè? Dat heb je straks in Farming Simulator 19. Beweegt ook alles. Dus als je gas geeft, beweegt dat. De remmen bewegen, de koppeling bewegen. Alles beweegt. Is straks ook in FS19. Dus super vet. Hey Blokken Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van, of nieuwe aflevering, nieuwe video van Cattle & Crops. Het is al een ongelofelijke tijd geleden dat ik deze game heb gespeeld en ik dacht, weet je wat, ik ga toch nog eventjes kijken hoe het er ook weer uitzag. Verwacht niet te veel vandaag, we gaan gewoon even kijken wat we allemaal kunnen doen en wat er allemaal nieuw is, want er zijn ook een paar nieuwe dingen. En er staat een menu navigation, open de vehicle menu, F1. We are now in a vehicle trader, here we can buy machines or rent them. Random and now amount of time. Choose a vehicle. Ja, choose a vehicle. Zeg het maar. Hem een Corn King. Ja, die heb ik eigenlijk al. Hem een Seed Unit. Corn Seed. Corn King. Maar daar heb ik er volgens mij al eentje van, of niet? Kunnen we ook zien of ik er eentje heb? Choose vehicle. Hey, dikke Dutch, jongen! Dikke Dutch. Open vehicle. Choose a vehicle. Maar die moet ik dan denk ik huren. Denk ik. Ik ga ook niet opslaan. We gaan gewoon even kijken hoor. We huren de deurts. Rent. Heb ik hem nou gehuurd? Hoe kan ik er nou in dan? Maar het is voor mij ook allemaal weer nieuw jongens. Ik heb echt geen idee hoe dat allemaal werkt. Enter. Oh, dikke deurts. Ja! Alleen wat ik zo jammer vind aan deze... Oh, de poppetje, dat klopt ook niet volgens mij. Wat ik zo jammer vind aan Cattle & Crops... Het is in principe een vette game. Alleen ik vind het er zo kleiig uitzien. Als ik heel eerlijk ben. Maar dat kan ook aan mij liggen. Even kijken. Dit is de deur. Eens eventjes kijken. Laten we de motor starten. Juist. Maar even een stukje rijden met de dikke deurts. Maar ik heb ook geen idee wat we moeten doen namelijk. Er staat choose a vehicle. Nou, ik heb nu choose vehicle gedaan, maar... Volgens mij klopt het nog niet helemaal. En moeten wij dit ding toevallig ook omhoog doen ofzo? Oh, dat is deur open. Want alles is interactief. Kijk, als ik daar nou op druk, dan is de handrem open. Zie je dat? Een handrem dicht. Differentieel aan of differentieel uit. Als ik hierop klik, dan gaan de zwaailampen aan. Of de zwaailamp, moet ik zeggen. Die mag dan uit. Wat hebben we nog meer? De radio, de spiegel. Die het niet doet. Super tof. Oké, maar er staat choose vehicle. Ja, en dan? Choose vehicle. Dealer. You can rent dinges. Oh, wacht. Sorting arbeidsdieven. Randomly, let's rent a machine above the rent button. You can choose the point of delivery on places of extra transport costs. Rent. Change inventory. En dan, wat moet ik dan doen? Change category naar... Oh ja, en dan kun je dus... Ah, oké. Okay. Boven. Let's have a look at the animals. Oké. Okay. Switch to the animal menu. Ik ben nu bij de animal menu. Of hoe werkt dat? Oh, ik was te vroeg. We are now at Animal Trader. The supply of animal changes almost daily, so it's worth to frequently check it. Ja, sort by price. Show livestock. Sort by stable. Wechsel in Mitarbeitung. Dat klopt ook nog niet allemaal. Welkom aan de arbeidsmarkt. Hier kan je de nieuwe medewerker voor je bedrijf bekommen. De arbeidsmarkt actualiseert zich täglich. Zeer gekwalificeerde medewerkers blijven niet zeer lang aan de markt. Schau also regelmatig hier ein.
Hier erhaltest du ein Übersicht über den Mitarbeiter, ihren Zufriedenheit und so. Du kannst sie kündigen, aber dann werdest du ziemlich unzufrieden sein. Nou is het in één keer Duits. Geen idee waarom, maar het zal wel. Oh ja, dan kun je... wenden, eerstmaal etwas eng wint, kan ze... Ja. Oké. Okay. De quest. Hier erhaltest du einen Überblick über verfügbare und läufende Maschinen. Ja. On quests. Wechsel du de map. In de minimap bleef später und so. In diesem Bereich kannst du deine Mitarbeitaufgabe hinzufügen. Oh, oké, okay, zo ja. Kalender. Auf Mist blijven de hand wieder. Dat is het Mist. Geen idee wat het allemaal is. Deze velden kunst du kaufen, wenn du genoeg geld hättest. Hast du aber nicht. Und selbst wenn. Oké, okay, hier kan ik dus ook velden verkopen die ik wel en die ik niet heb. Oké. Okay. Kijk, ik weet het al een beetje. Achievements. Oké, okay, en nu? Heb ik nu de quest gehaald? Complete mission. Oké. Okay. Maar we hebben dus nu... een... Wat moet ik nou doen dan? Want er zijn nieuwe missies. Maar je ziet ook alles bewegen, hè? Dat heb je straks in Farming Simulator 19... Beweegt ook alles. Dus als je gas geeft, beweegt dat. De remmen bewegen, de koppeling bewegen. Alles beweegt. Is straks ook in de FS19. Dus super vet. Even kijken. Wat hebben we nog meer? Quests. Story all. Oh, all quests. Steering, walking, drive. What's where? How does it work? How do I get there? You'll find the answers in the following tutorial. Oké, okay, laten we dat ook even doen. Waarom loop ik vanzelf? To activate the user interface, sometimes hold the control key and you can select certain things. Now the steering. Waarom loop ik uit mezelf? Ik loop met mijn stuur. Oké. Okay. Ja, easy. Move backwards. Left. There. Sometimes you have to jump. Wat is de jump key dan? Die controls is altijd een ding hier geweest hier. Save. According to default settings in your gameplay options, you can either... Farmers don't walk all the time, they also have to try to walk to the tractor. Activate the mouse control, get in the tractor. Okay, accelerate. Backwards. A, D. Change the camera perspective. Activate mouse control. Take off. Alright, enough for more of it. Let's take off. In the minimap on the bottom you'll find a navigator and that bring you to the destination. Okay, maar waar is de dinges? Da. Let's go! Het schakelen kan leuk zijn, maar... Ja, maar dit is voor mij ook allemaal nieuw. Dit was er volgens mij, toen ik deze game streamde, was dit er volgens mij nog niet. Maar dat weet ik niet zeker. Als ik nou één doe dan, dat is knipperlicht, inderdaad. Let's take off. Continue. Oké, dus we moeten dus nou die kant op. Rijdt dit ding 60 km per uur? Dat kan toch nooit? Hoe kan dit ding 60 km per uur rijden? Hoe hard gaat het? 62 km per uur. Hoort dat wel zo? We gaan alsmaar harder, of niet? Op de achterkant staat 40. Maar we rijden 60. Ik weet niet of dat wel klopt. Oké, okay, maar we moeten hierheen. For long distances with me, you can also use the autopilot. Active the N. Note and discuss the lighting. There are three stages of the parking lights, dip light and upper beam. You can switch between... Change the... Press the shift key. Oh, F. 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 Oh ja. L. K. Ja, dat zijn de... Turn signal. Hazards. Ah, deactivate. Cruise control. T. Complete mission. Oké. Okay. Prima. En nu... Een paar missies doen, ja. Hammer. For Macy, the corporate supplies use the new hammer Corn King. With a working width of 6 meters, we can till our
Fields with high power. Accept. Achievement. Ja. Oké. Machine used by mission. Unknown mission. Has arrived. Achievement received. Oké. Maar welke moet ik daar nou iets verkopen dan? Het lijkt wel of hij het niet doet. Normaal gesproken, hoe tap je naar voertuigen aan? Of kan, ik word helemaal gek dat ik automatisch loop. Ik druk helemaal niks in. Maar dat komt denk ik door mijn stuur. Zie je dat? Ja, dat kun je niet zien, want ik heb mijn camera niet aan. Maar ik stuur nu naar links en ik stuur nu naar rechts. Ik druk de gaspedaal in, ga ik vooruit. Ik druk de rempedaal in, ga ik achteruit. Koppeling. Oh, dat is wel heel vervelend. Daar moet ik daar nog eventjes naar kijken. Maar... hoe werkt dit? Even kijken. Hoe kan ik dit ook aanpassen? Dat ik niet... loop met mijn... dinges. Of zo. Dat ik niet loop met mijn stuur. Kan ik dat aan of uitzetten? Peek over shoulder in cockpit. Smooth chase camera. Enable head tracking. Kan, maar is niet nodig. Configure X. Dit is gas. Dit is rem. Die... zo, oké, safe. Dat loop ik nog steeds, maar goed. Maar hoe tap ik naar voertuigen? Is dat ook nog een dingetje? Controls. Run, full throttle, horizontal, safe. Activate mouse cursor, next vehicle. Shift tap. No. Oh, oké, okay. Next vehicle is gewoon tap, safe. Dus als ik nou... kan ik alleen naar de MB-track? Oké, dat is een beetje vreemd. Het zal wel. Maar als we eventjes gaan kijken, hè. Er staat hier dan wel... ik heb de Klaas Arion 530 nodig. De Hammer Corn King 6000. Moet ik dan... wat voor Klaas heb ik dan? Die heb ik toch al? Fleet, ik heb toch al 530? Ja, maar daar kan ik niet in. Zie je dat? Oh, wacht. Ah, kijk. Er zat nog een arbeider op, joh. Ah, oké. Okay. Ja, ik moet het ook nog allemaal leren, jongens. Quests. Accept. Machine used by... dus moet ik dan ook nog die saaimachine, moet ik die dan ook nog uitzetten? Het zou best kunnen, hoor. Ik heb geen idee. Even kijken, waar kunnen we het ook weer vinden? Saaimachine. Fleet. Saaimachine. Ik denk dat komt omdat daar nog een arbeider op zat. Denk ik. Dat hij daarom niet doet. Accept. Machine used by mission. Unknown mission. Maar ik heb een Klaas Arion, de Hammer Corn King en de Hammer Corn King zelf. Maar die heb ik toch al? Die heb ik hier toch allemaal? Oh, wacht. Ik moet denk ik eerst het ding aankoppelen. Ja, het is voor mij ook allemaal nieuw, jongens. Oké. Even kijken hoor, hoe dit werkt. Modder! Modder, 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 modder. Hups. Ja. Oké, en nu? Kan ik hem nu wel doen? Accept. Nee, machine used by mission. Ik heb geen idee hoe dit werkt, jongens. Ik zou je dat nu alvast vertellen. Waarom kan dit niet? Waarom werkt dit niet? Ik druk heel de escape, want dat is farming. Kijk, er staat all quests. For the Macy, the corporate supplies used with the new Hammer Corn King. We're working with of 6 minutes we can till our fields with high power. Dat is prima, maar dit heb ik allemaal al. Maar waarom kan ik dit niet accepteren? Waarom zegt hij... hij is available. Maar hij geeft ook niet aan waar ik heen moet. Oh. Dat vind ik een beetje vreemd. En nou zijn ze omhoog en omlaag. Jongens, hoe werkt dit? Hoe werkt dit?
Maar ik kan nou ook niet, als ik op tab druk. Ik kan ook niet nou naar de deurts. Dus ik druk heel tijd op F5, jongen. Wat heb ik nu bij me? We hebben een deurts. We hebben die. We hebben er hier twee van. Bring back. Mag dat? Cell. Maar we hebben er nu twee. Dat is niet de bedoeling. Ik ga gewoon alles even respawnen. Misschien dat dat helpt. Even kijken. Respawn. Fleet. Respawn. En de trekker zelf. Fleet. Respawn. Oh, wat gebeurt er? Ik weet niet wat er gebeurt. Maar ik weet wel dat de deur nog aan staat. Het is wel vet hoor. En het sturen, sensitiviteit kan ik ook aanpassen en dergelijke. Maar dat sturen klopt ook niet, zie je dat? Maar als ik nou knip leg, dat zie je ook allemaal op het dashboard, zie je dat? Alles wat je doet, komt op het dashboard terecht. Dat is wel heel gaaf. Als ik nou F doe, dan zie je ook dat het daar aan en uit staat. Zie je dat, die lampjes, net als in het echt? Ja, dat is wel heel vet hoor. Een parking brake. En dan zetten we even de motor uit. Zo. Maar ja, hoe dit allemaal precies werkt, dat kan ik ook in die... Nee, daar kan ik dan weer niet in. Maar als ik nu op de quest druk, hè, wat gebeurt er dan? Accept. Dan staat er iets van twee. Dus zeg dat er iets... Machine used. Ik heb geen idee, jongens. Echt niet. Hoe dit allemaal werkt? Jongens, als jullie het weten, please let me know. Want jullie weten dat waarschijnlijk beter dan dat ik dat weet. Want, ja, ik vind het toch wel vreemd waarom ik die quest niet kan doen. Want die wil ik eigenlijk wel graag doen, want anders komen we natuurlijk niet verder. Ja, of ik moet een keertje gewoon een heel nieuw, profiel doen. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan moet ik ook weer bemesten en weet ik veel wat. Oh. Ik rijd ook dwars door een botje in. Maar ik vind het wel even leuk om gewoon even terug te gaan hoor. Dat moet ik wel nageven. Maar als ik nou eventjes die saaimachine gewoon mag aankoppelen. Maar waarom staat hij ook in godsnaams daar? Zo kan ik hem toch ook niet aankoppelen, jongens. Ja, misschien een andere, vanaf de andere kant, maar... Hij zit wel mooi hoog in de toeren, hoor. Kijk, zoals dat schakelen, dat is op zich ook wel geinig. Alleen, het klinkt niet echt geweldig, als ik heel eerlijk ben. Maar ik heb nu alles gerespawned. Maar hij zegt dat er nog iets in... Ja, in use is. Maar ik kan... Jongens, ik kan dat ding toch ook niet aankoppelen als je hem hier neerzet. Ik weet niet hoe dicht je er tegenaan moet zitten. Nee. Hij wil hem gewoon niet pakken. Nou, wat een gedon. Of kunnen we gewoon dwars door die vrachtwagen heen? Nee. Wat een gedonde. Zit hij nou maar... Jongens, wat is dit voor onzin? Hoe moet ik dit ding in godsnaam aankoppelen? Oh, ik kan hem gewoon wegdrukken. Oh ja. Physics. Maar goed, als ik hem kan aankoppelen. Of als ik hem kan drukken, dan kan ik hem nu toch ook aankoppelen. En anders moet ik maar met een nieuw profiel beginnen. Maar dit was wel heel slecht voor mij hoor. Speed middles. Waarom wil hij niet aankoppelen? Ik druk op Q, maar waarom wil hij niet aankoppelen? Ik word gewoon helemaal omgewerkt. Wat een gedoe dit, jongens. Echt. Misschien, ja, misschien dat ik wel gewoon allemaal dingen verkeerd doe. Of dat het een andere knop is of zo. Ik heb echt werkelijk waar geen idee.
Maar ik kan ook volgens mij manual attachment doen, geloof ik. Als ik hierin ga, dan kan ik hem volgens mij met de hand aankoppelen. Volgens mij. Dat zag ik wel in de video. Ja, maar als ik nou... Ik blijf de hele tijd lopen. Daar heb ik toch ook niks aan. Wacht even. Het wordt helemaal gek dat ik... Ik doe het toch met WASD. Weg ermee. Yes. Hoe doe ik die weg? Vehicles. Delete. Wat een gedoe, de jongens. De controls is altijd een gedoe geweest. Echt waar. Altijd. Reset bindings. Reset bindings, yes. Maar hoe doe ik dat ding weg dan? Ik druk op delete. No. Want ik moet ook alles, zoals je ziet, moet ik ook alles zelf doen. Dit is wel echt een drama, dit hoor. Maar goed, we hebben wel eventjes gekeken hoe dit ook alweer allemaal werkte. We gaan nog een keertje kijken of ik die dingen kan aanpassen. Ik heb allemaal employees. Staff. Ik heb geen staff. Accept. Maar dan zegt hij dat ik niet kan. Machine used. Ja, ik snap er helemaal niks van, jongens. Dus ja, mochten jullie... Nou is de hele camera helemaal verkloord, jongen. Kijk dan! Nou zit ik met mijn muis, zit ik... Hij is wel mooi aan het dansen zo trouwens. Ik doe helemaal niks. Het zal wel... Ik word er helemaal gek van, jongens. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ja, ik weet niet wat ik verkeerd doe. Of ik doe iets verkeerd. Of er klopt iets niet of zo. Ik heb geen idee. Maar we hebben toch wel eventjes gekeken hoe het er ook alweer uitzag. Hopelijk heb je genoten van de video. Als het is, mag je dan belonen met een blauw duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dan natuurlijk ook zeker even jezelf en nou meer. En dan gaan we misschien de volgende keer dat het gefixt is of zo. Of ik doe iets fout. Ik heb echt werkelijk waar geen flauw idee. Maar ik word er wel moe van. Want hoe het nou allemaal werkt en hoe het allemaal loopt. Ik heb geen idee. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Kalm!